Goedemiddag, hè? Allee, goedemorgen nog. Ik sta voor Coaching & Co. En wij zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht coachen. Ontwikkelingsgericht coachen is verschillend van andere benaderingen. Ken je nog benaderingen? Roep eens iets. Projectgericht. Oplossingsgericht. En je hebt ook de waarderende benadering. En je hebt veel mensen die ook resultaatgericht zijn. En je hebt veel mensen die problemen analyseren. Wij kiezen voor ontwikkelingsgericht. En dat is eigenlijk een keuze die je maakt als je iemand coacht om de totale persoon te bekijken in zijn levensverhaal. Een totale persoon met zijn hulpbronnen, met zijn waarden, met zijn overtuigingen, met zijn identiteit, met zijn toekomst en zijn verleden. Een mens is eigenlijk een rijk, complex wezen. Ik vergelijk het altijd met een appel. Je zult zien op de VOV-beurs dat er veel afgelikte appels zijn. Dat is niet de realiteit. Dit is de realiteit. Dit is niet alleen een appel met een talent. Dit is ook een appel met een geschiedenis. En dat gaan we coachen. Het goede nieuws is dat je geen 5 jaar psychologie moet gestudeerd hebben. Of dat je niet moet therapeut worden om die complexiteit van de mens te pakken. Dat is juist, heden ten dagen hebben we modellen en methodes om dat te doen. En dat is iets waar wij dan sterk in zijn. Namelijk de vorkmethode. Dus ik heb boeken geschreven. Ken je het al misschien, want je knikt. Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Dus wij ontwikkelen onze eigen modellen, onze eigen methodes. En al onze studenten die zeggen dat. Al 15 jaar lang zeggen ze, ik wil leren coachen en ik kan dan wel luisteren, dat is geen probleem. Maar ik wil modellen en methodes om ontwikkeling te structureren. Coaching & Co staat voor het structureren van ontwikkeling. En we hebben ook een gratis dag waar je die methodes in de praktijk kunt leren kennen. Dat gaat in januari door. En mijn collega's zullen blaadje geven. Bedankt allemaal voor jullie zeer mooie aandacht. Dank u.